Vervolg van het audioboek van Wie heeft God gemaakt? Op zoek naar een allesverklarende theorie, geschreven door Edgar Andrews. Inleiding om u op weg te helpen. Tijdens mijn veelvuldige reizen door de Verenigde Staten tussen 1970 en 2000 was er één ding waar ik telkens weer om lachen moest. Terwijl ik mij in mijn stoel nestelde voor een volgende binnenlandse vlucht, bijvoorbeeld naar Houston, heette de piloot ons welkom aan boord en sloot af met de opmerking: Als u vandaag niet naar Houston wilt, is dit misschien een goed moment om uit te stappen. Af en toe was er dan een passagier die met een rood hoofd het vliegtuig verliet. Een vergelijkbaar voorbeeld: als u dit boek gekocht hebt omdat u ervan uitging dat het op ruwe wijze met God afrekent, is dit misschien een goed moment om uw geld terug te vragen. De vraag, als God alles gemaakt heeft, wie heeft God dan gemaakt, is de favoriete vraag van alle sceptici. En hij wordt dan ook herhaaldelijk gesteld door de zogenaamde nieuwe atheïsten, zoals Richard Dawkins en consorten. Zij gebruiken het als een zwaard, getrokken uit de dubbele scheede van wetenschap en filosofie, om daarmee alle theïsten te onthoofden die dom genoeg zijn om hun hoofden boven het maaiveld uit te steken. Maar in werkelijkheid is dit zwaard slechts een greep zonder kling. Theïsten kunnen niet alleen hun hoofd veilig opheffen, zij kunnen ook rustig de tijd nemen om eens goed rond te kijken. In dat kale landschap van het reductionisme. En dan is er een voetnoot. Het reductionisme leert dat alle ingewikkelde systemen te herleiden zijn tot hun elementaire bouwstoffen. De mens is slechts opgebouwd uit moleculen en bestaat slechts uit materie. Einde voetnoot. Zij zullen daar, dus in dat kale landschap van het reductionisme, een clubje. Academische atheïsten zien dat ijverig bezig is de Wiener Krijs opnieuw uit te vinden, en merken dat de lucht niet vol is van flitsende zwaren die doeltreffen, maar van botte bijlen, gehanteerd door mensen die negatieve bijbedoelingen hebben. En dan schrijven de auteur er tussen haakjes bij: De Wiener Krijs was een filosofische school uit de jaren twintig. Die het logisch positivisme heeft uitgevonden, ook wel het verificationisme genoemd. Een filosofie die faalde als geen ander. Met dit boek wil ik echter niet alleen maar de beweringen van atheïsten tegenspreken of op hun publicaties reageren. Mijn doel met dit boek is juist positief van aard. Zoals ik in hoofdstuk 3 uitleg, dromen wetenschappers ervan. Om een allesverklarende theorie te ontwikkelen, een wetenschappelijke theorie die alle werkingen van het universum samenvat in één enkele logische formule. Prima, maar er is meer in het universum dan alleen materie, energie, ruimte en tijd. De meesten van ons geloven in het bestaan van immateriële zaken, zoals vriendschap, liefde, schoonheid, poëzie waarheid, geloof, rechtvaardigheid enzovoort. Allemaal dingen die het leven de moeite waard maken. Daarom moet een echte, allesverklarende theorie... zowel de materiële als de immateriële aspecten van het universum omvatten. En mijn stelling is dat we zo'n theorie al hebben. Namelijk één die gebaseerd is op de rot-hypothese. In dit boek dat geschreven is om met plezier gelezen te worden door zowel wetenschappers als leken, zal ik niet alleen de bevindingen van de moderne natuurkunde, mijn eigen vakgebied, bespreken, maar ook de diepgaande vragen over de oorsprong van het universum. We zullen onder andere nadenken over het ontstaan van het universum, over de tijd, de natuurwetten en al hun aspecten, het leven, het menselijk verstand en de moraal. Op die manier kunnen we de vooronderstellingen van de godhypothese en die van het atheïstisch naturalisme met elkaar vergelijken. Waarna we tot de slotsom komen dat de eerste hypothese in elk opzicht superieur is. Astrofysicus Robert Jastrow schrijft in dit verband: Op dit moment lijkt het of de wetenschap het mysterie van de schepping nooit zal kunnen onthullen. Voor de wetenschapper die heilig gelooft in de kracht van de rede, eindigt het verhaal als een boze droom. Hij heeft de bergen van onwetendheid beklommen. Hij staat op het punt de hoogste piek te bedwingen. En terwijl hij zich over het laatste rotsblok heist, wordt hij begroet door een groep theologen die daar al eeuwenlang zit. Dit boek wil onderzoeken hoe de Bijbelse godhypothese. Voorziet in een begrijpelijke, intellectueel consistente en geestelijk bevredigende visie op het bestaan, die zowel het menselijk leven als het universum en al wat daarin is omvat. We kunnen hier slechts een klein begin maken, maar wat we ontdekken zal het kale en lege landschap van het atheïsme zeker overtreffen.